De breuk in het dijbeen kun je normaal gesproken nog terugvinden, omdat die genezing gaat toch niet helemaal perfect. En bovendien was de enkel, daar was een operatie aan verricht, waardoor dat enkelgewricht verstijfd werd, dus aan elkaar gezet. En dat kon je allemaal verwachten. Het is 5:00 vanmorgen als fotografen en journalisten zich voor het hek van de begraafplaats verdringen. De tientallen medewerkers van politie en justitie die bij het heropenen van het graf betrokken zijn, worden allemaal nauwkeurig gecontroleerd. De pers, maar ook gewone bezoekers, moeten buiten blijven, op uitdrukkelijke wens van de familie. En dat was een dag in juni, 86. En ik ben dus 's morgens, we zouden om, ik meen om 5:00, tegen dat de zon nog ging komen, daar aan het werk gaan. En ik ben dus op mijn fietsje gestapt en daarheen gekart. En de begraafplaats in Krooswijk opgereden. En eigenlijk was de hele klus, als ik me goed herinner, binnen goed 4,5 uur voorbij. Christian Lindemans was een hele normale Rotterdamse jongen, zal ik maar zeggen, die in de oorlog de kant van het verzet koos. En dat heel lang gedaan heeft, heel dapper verzetswerk heeft verricht, tot op een dag zijn verloofde en zijn broer werden gearresteerd. En daarop heeft hij zichzelf aangeboden aan de Duitsers, zeg maar, om die twee vrij te krijgen, zijn broer en zijn verloofde. En daarmee wordt bestempeld natuurlijk als een verrader. Februari 1945. Engelse zondagbladen komen met een pijnlijke primeur. De luchtlandingen bij Arnhem zouden verraden zijn door een spion die rondliep op het hoofdkwartier van de opperbevelhebber van de Nederlandse strijdkrachten, prins Bernhard. Op het landgoed Wiethoek bij Brussel was de betreffende spion op 28 oktober 1944 al gearresteerd. Christian Lindemans, bijgenaamd King Kong wegens zijn imposante gestalte, voormalig automonteur en garagehouder in Rotterdam, de laatste jaren geheim agent voor Nederland en voor Duitsland tegelijk. King Kong wordt gevangen gezet in de gevangenis van Scheveningen en overlijdt daar op 20 juli 1946, maar wel onder vreemde omstandigheden. Wat er precies is gebeurd op die fatale dag is niet opgehelderd. En in de loop der jaren groeit de vraag of hij überhaupt wel in zijn graf ligt. Rond de dood van Lindemans zijn altijd vragen gebleven. Heeft altijd een mist omheen gehangen, hè? De raadsels om zijn dood. De officiële lezing is zelfmoord. Persoonlijk denk ik dat ze wel een handje geholpen hebben, dat hij vergiftigd is met arsenicum en luminol. King Kong had mijn interesse al vanaf 1946 als vermeende of als spion. Die King Kong is in de loop van de jaren een aantal keren ter sprake gekomen. Dat volgde je natuurlijk op afstand. En dat bereikt eigenlijk zijn hoogtepunt in 85, 86. In die tijd doken er allemaal spookverhalen op. Dan was hij weer gesignaleerd in Zuid-Amerika, dan weer in Noord-Amerika. Hij zou onder allerlei aliassen in allerlei landen wonen. En het werd steeds spannender, weer steeds kleurrijker. Dan moet ik zeggen dat ik zelden zulke complottheorieën tegengekomen ben. Een van die verhalen was dat hij dus nog zou leven. Er werd over gesproken dat hij ergens in Zuid-Amerika zou vertoeven. En dat werd met een zekerheid hier en daar verteld, dat je zou het zelf haast gaan geloven. En dat betekende dus dat als die man inderdaad zou leven, dat er of iemand anders in die kist zou moeten liggen, of helemaal niks. Dus het werd eigenlijk met de dag gekker. De kern van de zaak was dat men bij burgemeester Peper terecht kwam met de vraag, kan het
lijk worden opgegraven en kan alsnog worden vastgesteld. A, of het inderdaad King Kong is die daar in het graf ligt. En B, wat dan wel de doodse oorzaak is geweest. Burgemeester Peper krijgt naar aanleiding van de geruchten een verzoek van voornamelijk mensen uit het verzet. Zij vragen hem om de resten in het Krooswijkse graf te laten identificeren, om zodoende duidelijkheid te krijgen over de vraag of Lindemans inderdaad in 1946 is gestorven. De journalistiek heeft zich daar duchtig mee bemoeid in die tijd. En ik was er een van het clubje, ja. Die exhumatie moest er eigenlijk wel komen. De druk van de media was heel erg groot geworden. Want alle kranten en televisie... Er zijn zoveel talkshows ook geweest waar iedereen wel een keertje wat gezegd heeft. Sinds februari 1945 wordt er al over gesproken. Heeft King Kong de geallieerde luchtlanding bij Arnhem aan de Duitsers verraden? Nu kan eindelijk worden vastgesteld of Christian Lindemans inderdaad in 1946 in Rotterdam begraven is. En 46 jaar na zijn dood is hij nog altijd een mythe. Christian Lindemans. Beroep? Dubbelspion. Bijnaam? King Kong. Ik was toen hoofdcommissaris plaatsvervangend korpschef. En het was, mijn taak was dus om mensen aan te wijzen die dat onderzoek zouden gaan uitvoeren. En onderzocht moest dus worden vooral de medische achtergrond van King Kong, van Lindemans dus. En dat gebeurde op aanraden van de patholoog, die ook bij het team van de exhumatie, de grafopening, was betrokken, de heer Voortman. Want alleen op basis van karakteristieke medische gegevens van King Kong zou hij vervolgens tot identificatie over kunnen gaan. Als iemand, zoals in het geval van King Kong, tientallen jaren begraven was, dan kun je eigenlijk alleen nog maar een skelet verwachten. En bij een skelet is dan in eerste instantie vooral het gebit belangrijk. Maar je kan op basis van een gebit ook alleen maar identificeren als je een status, een toestand, een gebitsstatus hebt van de overledene. En eventueel andere zaken die nog aan het skelet herkenbaar zouden zijn. De medische achtergrond van die King Kong is uiteindelijk boven water gekomen. En dan hebben we het over april ongeveer 86. Waarbij ze onder meer hebben vastgesteld dat die man, ik meen in 1933 of daaromtrent, een keer een motorongeluk heeft gehad op de straatweg in Rotterdam en daarbij zijn linker bovenbeen heeft gebroken. Hij had een dijbeen gebroken en hij had een onderbeensbreuk boven, vlak boven de enkel. En men is toen gaan zoeken en heeft het operatieverslag gevonden en dus zwart op wit kunnen aangeven wat er bij hem gebeurd is. Hier een tekening van de operatieve verstijving van het gewricht. En dat gegeven moet aan het skelet nog te vinden zijn. Als u dat gegeven niet vindt, dan ligt er geen Christian Lindemans in het graf. Als het heel duidelijk is dat hij drie gave linker enkelgewrichten aanwezig zijn, dan kan daar bij Lindemans niet aanwezig zijn. Ja, uiteindelijk werd er een datum bepaald en dat was een dag in juni 86. Toen is dus door experts is het graven begonnen. De dubbelspion die volgens sommigen de slag bij Arnhem aan de Duitsers verraadde, trekt in de vroege ochtenduren veel belangstelling. Maar zelfs met telelensen valt het graafwerk in een afgeschermde tent vrijwel niet te zien. In een nabijgelegen wijkcentrum hoort de schrijvende pers ook al weinig. Nee, het skelet wat er nu ligt, ligt er als enige skelet, ja. Dat is het. Bij gebrek aan informatie vallen journalisten halverwege de ochtend massaal aan als er foto's worden uitgedeeld die een politiefotograaf van de toekijkende familie bij het heropende graf laten zien. En met die foto's moest de pers in 1986 genoegen nemen. Maar inmiddels heeft Vergeten Verhalen wel de beelden gekregen die destijds door een cameraman van politie zijn gemaakt voor intern gebruik. Op 17 juni is het zover. Rondom het graf wordt een tent gezet om ongewenste nieuwsgierigen op een afstand te houden. Om 4:30 's morgens
begint het personeel van de begraafplaats met graven. Het was gedeeltelijk afgeschermd met een tent. En er waren natuurlijk bankjes voor iedereen om te zitten. Ik blijf er wat liever maar staan, dan sta ik er wat dichterbij. En ja, de sfeer was eigenlijk heel, heel gemoedelijk. En iedereen vroeg zich af, ja, wat gaan we nou zo meteen zien? En wat gaan we krijgen? En als ik me goed herinner, ja, op zichzelf wel interessant om mee te maken. Je doet dat tenslotte ook niet elke dag. De pers wordt op een afstandje gehouden. Vanaf een grasveld proberen ze toch nog een glimp van het gebeuren op te vangen. De broer van Chris Lindemans, Henk, is ook aanwezig bij de opgraving. Ja, ik herinner me die tent die daar gezet is. Ik herinner me ook dat de broer, meen ik, van Lindemans met zijn, geloof ik, zijn vrouw of een dochter, dat die gevraagd hadden of ze erbij aanwezig mochten zijn. Dus die hadden in die tent inderdaad een soort plek waar ze zicht hadden op wat er ging gebeuren. Dus na de opname is het een en ander daar neergelegd. Ja, hier zijn uitgelegd de lange dijbeenen. U ziet dat het linker dijbeen halverwege een heel duidelijke andere vorm en dikte heeft dan het rechter dijbeen. En dit is een toestand na een genezen breuk van het linker dijbeen. Dan ziet u het verschil tussen linker scheenbeen en rechter scheenbeen. Dit is van King Kong, want hier zie je het verschil tussen dit gewricht wat normaal is en dit gewricht waarbij het scheenbeen en het sprongbeen aan elkaar vastgezet zijn. In twijfel mogelijk dus. Burgemeester Peper slaakt een zucht van verlichting en de broer van King Kong zegt: ik heb voordien gezegd, als ik het skelet van mijn broer zie, dan weet ik of het zijn skelet is of niet. En het kwam precies uit. Er is geen twijfel aan mogelijk dat de opgegraven lijkdelen daar, dat het lijk was van King Kong. Ik was ervan overtuigd dat Lindemans zeg maar in dat graf lag. Omdat de getuigen die ik gesproken had, die waren hartstikke sterk. Die hadden er verder ook geen belang bij om andere verhalen op te hangen. Die waren ijzersterk. Dus het was voor mij geen verrassing dus toen het graf openging, dus dat hij inderdaad daarin lag. King Kong op Krooswijk dus. Na het onderzoek werd hij hier weer herbegraven. Toch bleven er nog vragen over, want over de oorzaak van zijn dood, daar gaf het onderzoek na al die jaren geen antwoord op. Nou, ik heb in een van de plakboeken die ik bijgehouden heb, sinds 1952, over allerlei gebeurtenissen natuurlijk, heb ik onder meer heel cynisch geschreven, omdat wij toch anders niks te doen hadden. En ik heb natuurlijk gedacht, hé, we kunnen onze tijd toch beter besteden dan hier kostbare tijd tegenaan te gooien. Maar goed, het moest gebeuren en we hebben dat dus gedaan. In het grotere geheel zou je kunnen zeggen, de rust is weer gekeerd. Ik wil zeggen, ja, nu die erin ligt, zijn al die spookverhalen een beetje weg. Maar de raadsels rond zijn dood zijn nooit opgelost. De ooggetuigen zeggen dus dat hij vergiftigd is. Dat ze erbij waren, dat ze dat gezien hebben. En een verpleegster die tijdelijk in de cellenbarakken kwam werken in Scheveningen, bleek een oude jeugdvriendin van Lindemans te zijn. En achteraf vonden we uit dat het een medewerker was van een hoge functionaris van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Die dus blijkbaar zijn dochter had ingezet voor dat klusje. Ik zou me kunnen voorstellen dat een of andere complotdenker iets lanceert in de trant van ja, maar die tante die kan er ook best bij betrokken zijn geweest en heeft dat in scène gezet of zoiets. En zo kan je tot in de endemacht
kan je door blijven fantaseren. Maar het blijft op zichzelf een hele boeiende geschiedenis. Tot en met de opgraving. Of King Kong nu echt goed rust? Hij blijft wel een beetje rondwaren, denk ik, ja, King Kong. Volgende week in Vergeten Verhalen neemt Flipper ons mee naar de dolfijnenshows in de jaren 70 in Rotterdam.